Ik heb zo'n beeld als Anne voor de op de proppen kwam, dat was The Lady in Red. Ze had zo'n lange rode jas, dat is zo'n beeld dat voor mij... Ja, een beetje zoals Celine, ja. Maar het was een lange rode jas met een zwarte kraag, een lang zwart haar, hakken en zwarte kousen. Ik denk niet dat het netkousen waren, maar zo, allez, dat is mijn beeld. Ik vroeg aan Lieven, en wat is uw beeld? Ja, dat was een naakte Anne die uit een meer kwam in de Pyreneeën. En die dan snel zo'n tepelmatje, alleen het was geen tepelmatje, het was een gewoon slaapmatje, zo rond haar draaide. Maar we zijn dan in de zomer naar de Pyreneeën gegaan. En wij waren toen nog niet zo lang getrouwd, dus wij hadden een R4'tje. Maar Anne had iets veel chiquer. Die had zo'n chique saap met leren zetels. En samen vertrokken we naar de Pyreneeën. Nu, je kunt dat denken, zo'n R4'tje en een saap, dat matcht niet. Die saap die is altijd veel voor ten opzichte van het R4'tje, dus we moesten er iets op vinden. Nu, u weet, die hebt tijd, een GPS, dat hadden we niet. Een GSM, dat hadden we ook niet. Hè. Maar toch moesten we heel Frankrijk door. We hebben dat dan opgelost. Peter zei, kijk, als wij ergens staan, dan hangen we een t-shirt aan een boom en als je die ziet, dan stopt het maar. Oké. Dat is heel Frankrijk gelukt. Nu, op een gegeven moment stoppen wij aan zo'n boom met een t-shirt en wij zien die saap staan. En wij kijken rond. Het gras is twee kontjes hoog, maar niks te zien. Wat bleek nu? Peter heeft altijd iets gehad tegen kofferdeurvreters. Kofferdeurvreters, dat is het synoniem voor van die coolbox-toeristen. Dat wil zeggen, als je naast je kofferdeur gaat eten, dat is toch maar zwak. Wat was er gebeurd? Ze hadden met twee de rivier overgestoken en aan de andere kant was Anne Peter zijn haar ontknippen. Toen hebben ze een superhoog appartementsgebouw gekocht met 7 verdiepingen, een gigantisch gebouw in de Riemstraat. En toen, ja, Alan en Susanna zijn dan ook natuurlijk op de proppen gekomen. En dat was ook een beetje een tijd, denk ik, dat we met 8 in 1 auto op reis gingen. Wij hadden ondertussen ook kinderen. Dus we hadden 1 Defender en daarachter ging een aanhangwagen. Je kunt je dat nu niet meer voorstellen, want nu moeten ze in een maxi cozy zitten. Of in zo'n stoeltje, allemaal met veiligheidsgordels. Maar toen zaten wij met 8 in 1 auto. En op 1 nacht, vrijdagavond, als de vakantie begon, vrijdagavond vertrokken we. En zaterdagochtend waren we aan de Pyreneeën. Toen we wisselden af. Als Peter en Anne reden, dan sliepen wij van achter. Dus de achterzetel hadden we eruit gevezen uit de auto. De achterzetel hadden we op de aanhangwagen gelegd. Daar stak alle bagage in. En wij sliepen dus met 2 op de vloer, met de oudste ertussenin. En dan achteraan in de koffer hadden we etages gemaakt. En dan de 1 etage, daar sliepen kinderen op. En dan nog een etage met kinderen. En dan als we 2 van ons moe werden, dan wisselden we af. Dus dan reed die ene koppel en dan reed het andere koppel. Zo reed heel de nacht Frankrijk door. En 's morgens waren we in de Pyreneeën. En zo gingen we onderweg naar Extremadura, de Spaans-Portugese grens. Ik zeg het nu allemaal ondenkbaar, maar toen wel grappig. Ongeveer 3 maanden op het jaar leefden we toen in de tent. We hebben er dan later ook een boekje over geschreven, Kamperen met het gezin. Want we hadden toch wel wat ervaring opgedaan. Niet alleen in de zomer, maar evengoed in de winter gingen we op stap. Er zijn zo allerlei dingen gebeurd. Bijvoorbeeld, ik herinner me heel goed, is onze Alan. Ah, ja, Alan. Weet je nog toen je in het vuur viel? Ja. Ja, dat weet ik nog. Ja. En Alan is altijd een vurige geweest. We waren dus, ja, als het in de winter, 's morgens is het al eens koud, hè, dan naakt een vuurtje. En de Alan stond bij dat vuurtje. En ik weet niet goed wat er gebeurde, maar hij dreigde erin te vallen. Nu, Peter is altijd bliksemsnel geweest. En Peter geeft hem een shot van hier naar ginter. En de Alan duikt net naar de andere kant, uit het vuur. Gelukkig, want anders had hem zijn handen verbrand. Nu was het alleen zijn jasje. Oh,
CC17 is eigenlijk een uniek product als het ware. De export namelijk is al gepland volgende week woensdag naar Taiwan. En CC17 is een uniek trainingsmateriaal dat speciaal ontworpen is door ons om mee te geven naar Taiwan, zodat ze overal zal kunnen trainen. Ja. Maar wat gebeurde er toen? Van Demo Girl ontpopte zich, en de woordspeling de vlinder, ontpopte ze zich onverwacht tot Dino Girl. Door, ja, voor degenen die het nog niet wisten, het Guinness record Dino tot 7 maal toe te verbeteren, namelijk te verpulveren. En daar wil ik toch eventjes nog een applaus voor vragen voor Slim. Ze kan onverwacht heel wijze dingen zeggen. Nu, wij hebben het genoegen gehad om Céline al een paar keer als logé te hebben, dus we kunnen ervan meespreken. Céline heeft een goed inlevingsvermogen, dat is empathie in het vakjargon. Ze is heel humoristisch, ze is spontaan, creatief en heel attentvol. Voor Aam en Céline in de bin! Een applausje voor nu mijn wapen voor de mooie speech die je hebt.